In de Bijbel wordt op verschillende plaatsen over het kerstevangelie verteld. Luister maar. Jesaja voorspelde in het Oude Testament dat er een redder, de Messias, geboren zou worden. Tevens was de voorspelling dat hij een afstammeling van koning David was. Er was nog een profeet, namelijk Micha. Ook dat kunt u terugvinden in het Oude Testament, die voorspelde dat het kind geboren zal worden in Bethlehem. Op een dag kwam er een engel uit de hemel. Die engel bezocht Maria. Ze was een meisje uit Jeruzalem van ongeveer 16 jaar. De engel vertelde haar dat ze zwanger zou worden van een kind. Het kind met een hoofdletter, de beloofde Messias. De Heilige Geest zal het zaad in haar planten. Een niet te bevatten wonder. Nu was er alleen een probleem, tenminste, dat dachten ze. Maria was in ondertrouw gegaan, verloofd zullen we maar zeggen, met Jozef, ook een afstammeling van David, dus voortgekomen uit dezelfde familie van David. Jozef was zo in de war dat hij eraan dacht om Maria te verlaten. Hij kon het niet geloven. In een droom liet een engel Jozef zien dat wat Maria had gezegd de waarheid was. En dat hij zonder schrik met Maria kon trouwen. De zoon die geboren zou worden, moest de naam Jezus dragen, want hij zou zijn volk redden van alle zonden. Zonden zijn foute dingen die we elke dag weer opnieuw doen. Vloeken, liegen, stelen, begeren en er is nog veel meer. Met zijn volk worden de uitverkorenen bedoeld, wat ook weer een niet te bevatten wonder is. Jozef en Maria moesten in datzelfde jaar, vanwege het feit dat de Romeinse keizer Augustus opdracht had gegeven het volk te tellen, worden ingeschreven. En daarvoor moesten ze naar hun geboorteplaats gaan. Bethlehem, de stad van David. Samen naar Bethlehem, allebei dezelfde plaats. Zie je, niets is toeval bij God. Jozef en Maria moesten allebei naar Bethlehem. En ik kan je zeggen, dat was voor die tijd niet prettig. Ze waren ruim 4 dagen onderweg. Wat een reis moet dat geweest zijn. Hetgeen wij nu in een paar uur afleggen, daar deed men vroeger dagen, soms weken over. Wat zijn we bevoorrecht. Jozef en Maria vertrokken uit Nazareth en gingen naar Bethlehem. Dat is een afstand van ongeveer 120 kilometer. Vooral Maria had het er erg moeilijk mee. Ze stond op het punt te gaan bevallen en ze reisde op een ezel. Jozef liep naast de ezel. Wat een afstand!
Na een dag of drie reizen kwam voor Jozef en Maria Jeruzalem in zicht, vlak bij Bethlehem. En naar Jeruzalem was het nog ongeveer 10 à 15 kilometer. De tijd drong, ze hadden nog maar een paar uur voor ze ging bevallen. In Bethlehem was het vreselijk druk. Ze waren niet de enige die zich moesten inschrijven. Ze wilden zo snel mogelijk een kamer vinden waar het kind geboren kon worden. Met moeite zochten ze een weg naar de herberg. Een herberg is wat we in onze tijd een hotel noemen. Maar het vreselijke was, alle herbergen waren vol. Er was geen plaats. Daar staat Jozef dan voor de herberg. Hij klopt op de deur. Tevergeefs. De herbergier, in hedendaagse taal de hoteleigenaar, had geen plaats meer. Hij wees hun op een stal waar nog wel een plekje zou kunnen zijn om te rusten. Een stal? Wat een lage plaats, zouden we zeggen. Daar gaan ze dan samen. Na een lange reis, ook dit nog. Binnen in de stal zocht Jozef snel een plekje om Maria te kunnen laten liggen. Maria voelt het moment steeds dichterbij komen. Jozef maakt een bed van stro voor Maria. En voor het kind wat komen gaat, een bedje in de voerbak, de kribbe. Het wonder kan nu ieder ogenblik plaatsvinden. Zo is het met elke geboorte. Iedere keer weer een wonder. Alleen nu? Nu is het wel een veel groter wonder. Een niet te bevatten wonder.
Eindelijk was het dan zover. Het kindje werd geboren, arm en teer, maar met een grote rijkdom voor een ieder die het met een oprecht hart geloven mag. Wat was Maria gelukkig? En ze noemde hem Jezus, Jozua in het Hebreeuws. Wat betekent de Heere redt? Er waren herders rondom Bethlehem die de wacht hielden over hun kudde. Dat betekent, ze hielden de schapen bij elkaar en zorgden voor ze. Ze waren zich van geen kwaad bewust. Het was een heldere nacht. De sterren fonkelden aan de hemel. De herders werden ineens opgeschrikt. De hemel verlicht. Een engel die vertelt dat er een wonder gebeurd is. De Messias, Jezus, is geboren in een stal niet ver van hen. En een grote schare engelen besluit met het gezang zoals iemand dat nog nooit tevoren gehoord heeft. De hemel sluit zich. De engelenschaar verdwijnt. De herders zijn zo verwonderd en zo blij dat ze zich voorstellen.
voelen aangemoedigd om het kindje Jezus zelf te gaan bezoeken en te verkondigen aan de rest van het volk dat het grote wonder geschied is. Er zijn wijzen uit het oosten, geleerde mannen die een ongewone ster aan de hemel zien fonkelen. Ze gaan naar de koning en die stuurt ze erop uit die ster te volgen. De profeet Micha had het al voorzegd. We lezen dat in de Bijbel, Micha 5, het eerste vers. En gij, Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. En zo knielen ook deze wijze mannen bij de kribbe neer en geven geschenken en zijn net zo verwonderd als de herders. Namens alle vrijwilligers van Merwe TV en dan met name de zendgroep Kerken wens ik u fijne en gezegende kerstdagen toe. Dat het licht maar mag schijnen in de donkere nachten. Vrede zij met u.